Dan heb je zo'n handleiding die hier aan hing. Het grappige was, die handleiding, dat was van best wel te maken, een beetje in voorhand nog. Stond er op de brein. Was dat die oranje? Non-fiction. Die oranje. Wist je wat je had? Je moest dat naar buiten brengen. Hoe leg je zo'n DPS uit aan mensen die nog niet kenden? Ik heb het zo hier op de, bij de Flessenman, heb ik dat aan een heel bejaardenhuis laten leggen. En met het VT100 scherm. We hadden daar ook een publicateur op gezet voor hun Flessenman. Ja. En er was een meneer die had zoveel moeite om binnen de login-tijd zijn wachtwoord in te typen, dat hij een kopie had gemaakt van dat toetsenbord en dan thuis boven zijn kamertje was zitten met zijn wachtwoord. En dat hij dan steeds net te laat was. En dan was het tuur, dan was het tuur. Hoe doe je dat? Dit is een modem en dan bel je in naar een andere computer. Joost, herinner jij je nog dat je moest uitleggen aan mensen wat internet was, terwijl echt dat ze dachten van waar heeft die man het over? DDS in het begin eigenlijk heel veel publiciteit kreeg en belangrijk was. En er waren allerlei mannen zeg maar, in het bedrijfsleven en overheden die het gevoel hadden van we missen iets en we moeten weten wat het is. En zo, maar het is niet een standaard houding. Die ging allemaal zo'n houding aannemen van we kennen we ook, daar zitten we ook al lang op. En ondertussen proberen ze dan wel eigenlijk uit te zoeken wat het was. Dat ze niet wisten, dat ze niet kennen. Het is heel erg zo'n mannenhouding. De gemeente Rotterdam die zei ook van ja, de digitale stad hebben wij ook allemaal. Met zo'n spirit systeem of zo. Ja. Weet je, het is gewoon helemaal niet internet-based, zeg maar. En even mannentaal, maar hoe vertrouwd was jij toen? Had jij het gevoel van ik doorgrond die machines, ik snap dat netwerken? Hoe heb jij dat geleerd? Hoe ben jij daartoe gekomen? Ik ben niet een technisch iemand. Ik was een paar jaar bezig met alternatieve media. En van daaruit was ik bezig met het bulletin board systeem. En vanuit die bulletin board systeem kenden we mensen van Hectic. Die hielp ons zeg maar, om van, met zo'n bulletin board systeem op het internet te komen. Dat was toen nog niet digitaal. Ik had dus wel een ervaring met wat je met computers kan doen. Wat ik een leuk verhaal vind, is. Toen het net begon, toen stonden die modems opgesteld in een ruimte die bij die ex vooral net gehuurd had. Maar die ruimte was toen nog helemaal in aanbouw, dus er zat helemaal geen deur in. En toen had je in de eerste weken eigenlijk stonden al die modems daar, en dan moest je altijd wel een slaap roosten. Wie bij de service en de modems moest slapen, ja. Om het te bewaren. Een hele korte periode, maar het was gewoon zolang er geen deur is. Op een gegeven moment was het grappig gewoon een deur. Maar het was heel grappig, omdat al die modems de hele nacht achter je heen. Maar je moet toch wel mensen hebben die begrijpen wat je erbij kan, voordat je daar... We hadden wel heel veel aandacht hè, op dat moment. Vanaf het moment dat we daar begonnen was, was het NOS toen zijn naam geweest. Dus het was wel toch wel op dat moment een enorm kapitaal. Voor ons is het echt heel veel geld. En om hoeveel geld ging dat dan? Ik bedoel, we hebben het dan over een paar honderdduizend bij elkaar gevoerd voor de eerste periode. 100.000 gulden was dat? Nee, een paar honderdduizend. Maar daar moest je alles voor doen. Dus dan moest je de service voor inrichten, de mogelijkheid voor inrichten. Ik ben medewerker, publieke terminals, nauwelijks. Maar wel, we hadden een helpdesk daarmee gefinancierd. En systeembeheerder en dat soort dingen. Maar ik bedoel niet, er zijn geen salarissen van betaald en gebeurd. Het zijn maar allemaal naar de operatie. De computers wat die toen kost, hè? Ja. Bijvoorbeeld kreeg een sponsoring van Sun. Nou, dat was een machine. Wil je nou niet onder je bureau hebben? Maar de koud kleren zijn toen ook een sponsor waren. Hoe is nou een digitaal stad ontstaan als metafoor? Ja. Alle discussie over gehad of het nou cyberspace-achtige metafoor moest zijn. Of, kwam David Garcia. David Garcia kwam met een boek van Italo Calvino over cities. Zichtbare steden. Invisible cities. Het is een digital city. Dat was de slag. Hij kwam oorspronkelijk met die stadsmetafoor aan. Toen werd het uiteindelijk een digitale stad. Dus door de metafoor van een digitale stad te kiezen, konden we mensen ook het idee geven
dus meer konden bouwen. Dat is het hele principe dat mensen samen digitaal stad konden bouwen, dat zat helemaal niet in die vrienden.